Goeiedag, het is zondag 23 februari. Wij zijn in het skigebied van Sint-Johan en Oberndorf. We gaan eventjes kijken hoe de pistes er hierbij liggen. En we gaan een klein rondje maken. Met ook nog eens een keer fantastisch uitzicht wat je hier hebt vanaf de berg. En we staan weer boven op de Harsbiegel hier in Sint-Johan. Waar je natuurlijk ook de Kitzbühelhorn bijna kunt aanraken. Nog net niet helemaal. Maar er wordt hier weer volop geskiet hier op alle pistes. Die zijn gewoon open. We staan hier op de afdaling bij de Eigenhof liften. En jullie zien het, alles is zeker nog wit hier zo. Pistes zijn wel zacht, maar er gaat zeker midden komende week absoluut verandering in komen. We zijn bij de Eigenhof in het dal en jullie zien de vlaggen wapperen. Dus er is wat wind opgekomen. We staan bij de Grander Soep en dat is een leuk tentje waar je ook heerlijk op het terras kan zitten. Normaal gesproken in het zonnetje, maar ja, vandaag even niet. Kijk eens wat een mooie piste hier ligt. Maar wat ook gebeurt, en dat zie je in menig skigebied, overal laten ze de skis gewoon slingeren. Je kan gewoon mikado'en met al die skis. Dit is het middelstation van de Harsbiegelbaan, waar je nu eigenlijk tegenaan zit te kijken. Dat wordt in de zomer veelvuldig gebruikt, want hier is het de startplek van de mountainkartbaan. De mountainkartbaan, dat is zeg maar een driewieler. Daarmee kun je richting Dal echt chasen. Nou, wat je hier ook in de zomer hebt, want we staan hier toch bij zomerse activiteiten. Er zit hier een kabel lopen. Ja, en daar kun je mee naar de overkant komen aan een controle. En dat gaat gewoon prima. Nou, en zo zijn er hier tal van activiteiten die je hier in de zomer kunt doen. Maar dat duurt nog wel eventjes een paar maandjes. Wij gaan weer afsluiten hier vanuit het skigebied van Sint-Johan in Tirol. Nou, de pistes allemaal open. Overal zijn de pistes gewoon wit. Je kan gewoon goed naar beneden komen. Je kunt hier goed skiën. Maar een nieuw laagje verse sneeuw zou ook welkom zijn. Want vandaag was in ieder geval een redelijk warme dag. Het is iets wat zacht gaan worden, de pistes. En sneeuw komt eraan, is ons voorspeld. Dus dat gaan we rustig afwachten. Maar voor nu gaan we afsluiten hier vanuit Sint-Johan in Tirol. En ik zeg maar weer de groeten.